En? Hoe is het thuis? Ça va. Ik ben blij dat ik die keuze gemaakt heb. Ze heeft me betrokken met mijn beste maat. Ja, ik weet het. Ja, het zal ook niet gemakkelijk zijn voor Marie, hè? Ja, als enig kind. Ja, Marie slaagt zeker wel door. Het is ten echte van tijd tenslotte. Ja, dat is waar. En weet je al wat ze gaat studeren, Marie, na de zomer? Of gaat ze werken? Natuurlijk niet. Ze gaat studeren naar de hogeschool. Laat maar raden. Rechten? Ja, natuurlijk. Nee, ik wil muziek studeren. Ik wil naar een muziekschool. Geen sprake van. Van moeder mij het wel. Uw moeder heeft hier niks meer mee te maken. Jij zult doen en luisteren naar wat je zegt. Vader, ik wil iets leuks doen in mijn leven. Wacht. Kom deze avond om 5 uur naar mij. Ik zal de rest later uitleggen. Jij, Marie, jij gaat een grote muzikant worden. Ik ben echt nu blij dat ik mijn muziek kan en mag maken. Vroeger was dat allemaal een gedoe. Een advocatenfamilie, je moet traditie behouden natuurlijk. Maar ik ben blij dat jij ook muziek wilt maken. En ik zal u daarbij helpen. Ik ben erachter gekomen dat uw dochter helemaal geen rechten gaat studeren. Maar wat bedoel je? Dit zijn de documenten die u getekend hebt. Die zijn allemaal. Maar dit kan niet. Ik heb het gisteren nog gevierd met Bert en met mijn dochter, Marie. Allee, Marie. Laat nu eens iets horen. Wat gebeurt er hier? Karel, kijk. Marie wil heel graag muziek studeren. Hoe lang verzwijgen dit al? En ik wil ook geen rechten studeren. Verdomme, ik heb al dat gewerkt voor haar. Vanaf dat ze jong was, stond ik altijd voor haar klaar. Tot als ze 18 jaar werd, zodat ze met haar vader in de zaak kon treden. En nu steken jullie godverdomme alle twee mensen maar rug. Vader, alsjeblieft, zeg iets, vader. Vader, alsjeblieft. Verdomme, Karel.